Jullie hebben massaal gereageerd op onze prijsvraag over de meest intelligente hond. Nu wat over smaak niet te twisten, maar over intelligentie kan wel wat verteld worden. Stanley Coren, de auteur van het boek Intelligence of Dogs, onderscheidt drie vormen van intelligentie bij honden. De eerste vorm is het probleemoplossend vermogen. De tweede vorm is instinctieve intelligentie en dat gaat over alle kennis die honden hebben zonder dat ze het geleerd hebben. De derde en laatste vorm is de gehoorzaamheidsintelligentie en dat gaat over het samenwerkend vermogen van honden. Jullie hebben allerlei soorten rassen ingestuurd als meest intelligente hond, waaronder de Rhodesian Ridgeback, Koningspoedel, Belgische herders, Duitse herders. Maar we weten allemaal dat er maar één hond is wat met kop en schouders boven de andere uitsteekt. En dat is de Border Collie. We hebben drie prijswinnaars. De eerste prijswinnaar is Stefanie van den Dungen uit Waalwijk. En de tweede is Florina Kool uit Castricum. En de laatste is Hedwig Geerts uit Den Bosch. Jullie krijgen van ons zo'n voedingsbal. Februari is de maand van de gebitsverzorging, dus onze prijsvraag gaat over het gebit. Nou, wat kun je deze maand winnen? Dierenspeciaalzaak Petsplace heeft een heel knabbelpakket voor ons samengesteld. En dat bestaat uit een vosje met een mintsmaak, dentasticks die de tanden schoonhouden en knabbelsticks waar jouw hond een paar uur mee zoet kan zijn. Het enige wat je hoeft te doen is antwoord te geven op de volgende vraag. Hoeveel tanden, of met een officiële term elementen, bevat een volwassen hondengebit? Weet je daarop het antwoord? Stuur dan je antwoord voor 11 maart naar prijsvraag@diers.nl en wie weet win jij voor jouw hond zo'n knabbelpakket. Hou in de tussentijd onze site goed in de gaten voor meer videotips.